woningen bij elkaar zitten. Dus je ziet allemaal groepjes van 8 zonnepanelen hier. Iedere woning heeft 2 zonnepanelen aangesloten gekregen die bij elkaar circa 290 euro besparing opleveren op jaarbasis. Je mag uitdrukkelijk niet zelf zonnepanelen plaatsen. Maar als u belangstelling heeft, kunt u dat bij Woonstad melden. Dan gaan we natuurlijk eerst kijken of het dak geschikt is, want dat is belangrijk. We kijken naar de constructie, we kijken of er obstakels staan op het dak, zoals schoorstenen, cv-kasten. Er moet nog heel veel bekijken. Moet heel veel bekijken, ja. Het is voor ons handig als bewoners ons daarbij helpen. Dan gaat het sneller. Bewoners kunnen soms andere bewoners aansporen om de formulieren in te leveren. Ik vind het echt fantastisch. Ik heb ook gelijk meegedaan met de groep om het op te zetten. Sowieso voor het milieu, maar ook om te besparen uiteraard. Ja, er zijn een paar bevlogen bewoners in deze buurt die mij daarvoor hebben geënthousiasmeerd. Wat heel erg heeft geholpen in het vragen van toestemming is dat we ook met Woonstad een informatiebijeenkomst hebben georganiseerd voordat we toestemming gingen vragen. Dus dat mensen die misschien nog wat meer dingen wilden weten over wat moet er dan gebeuren, wat gaat er gebeuren en wat heeft dat te betekenen uiteindelijk voor mij als bewoner. Dat die vragen eigenlijk al uit de lucht waren voordat wij rondvragen gingen doen voor toestemming. Dus dat heeft heel erg geholpen om dat te versnellen ook. Januari was de eerste maand dat we onze zonnepanelen hadden. En ik zag wel gelijk dat het wat opgeleverd had. Dus dat vond ik toch ook gewoon heel leuk. De meter gaat terug, dus het heeft echt effect. Als de zon schijnt. Daar gaat het om. Ja, daarom.